Mijn naam is Lodewijk de Leu en welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Wanneer je rundvee voorbereidt op een wedstrijd, dan moet je strak en zelfverzekerd werken. En het moet vooruit gaan, goed en proper zijn. Dat is het advies van Pieter Verstraeten. Hij kan het weten, want hij begon er erg jong aan. Toen liep het niet zo vlot, omdat hij deels verlamd werd door de stress van de wedstrijd en ook nog veel moest leren. 6 jaar later is hij die stress de baas en kijkt hij vol vertrouwen uit naar de volgende wedstrijd. Ik ben Pieter Verstraeten, ik ben 17 jaar. Ik zit in de Fabien de Roeselare hiernaast. Eigenlijk, het is vandaag het prijskamp. We hebben 4 maanden voorbereiding gehad aan die prijskamp. Dus het begon allemaal met een kalfje te selecteren uit de strohok. We hebben dat samen gedaan met onze stieradviseur. Dan hebben we hem apart gestoken in een box. We hebben die box, eerst voordat hij in die box had gemest en allemaal. We hebben dan op hooi gestoken. Elke dag 2 schepjes krachtvoer erbij. Zodat hij een goede groei had en een beetje kon vermaren. Dat hij mooi in conditie stond voor een mooie melktype uit te stralen. Dan heb ik hem leren stappen. Mooi aan de touw. Ik heb hem ook een aantal keer gewassen dat hij mooi blinkt in zijn vel, dat hij mooi proper is en wit is. Dan heb ik hem ook een paar keer voorgeschoren dat hij een mooie vacht heeft. Dat ik hem nog eens als laatste keer scheer dat hij echt dikke vacht heeft en dat mooi mooier uitstraalt eigenlijk. Dan doe ik vooraf heb ik hem dus geschoren. Ik heb er 1.5 uur aan werk gehad. Dan vandaag heb ik om 7 uur opgestaan. Ik heb alles klaargemaakt en vertrokken naar hier. Ik had een beetje stress omdat mijn kalf is altijd wat onrustiger als hij op een dierenwagen zit. Maar het is goed verlopen. Dan hebben we hem hier gewassen nog eens, dat hij proper is. En nu ligt hij in zijn boxje voor te wassen, voor te wachten dat ik hem kan scheren. Straks zal ik hem dan scheren. Ik zal hem nog eens zijn ruglijn, zijn toplijn nog eens opblazen met een haardroger eigenlijk. En dan zal ik maken dat zijn toplijn heel strak en recht is. Ik zal dan ook nog eens over de plekjes dat ik vergeten ben vorige week te herscheren. En dan zal ik wat sprays erin spuiten dat hij mooi blinkt. Ja, dat hij klaar is voor de show eigenlijk. Ja. Het is belangrijk dus dat het kalf type uitstraalt, dat hij dus melktype uitstraalt, want het is een Holstein dat ik zal voorbrengen straks. Je moet mooi in conditie staan en hij moet de plaatsen waar dat hij melktype vooral kan uitstralen, moet je ook meer kunnen benadrukken, zodat hij het mooiste van alle melktypen heeft. Ik ben 6 jaar begonnen met de prijskamp mee te doen en de eerste keren van mij trok dat ook op niets, trok eigenlijk echt op niets. Maar ik heb altijd er blij voor gaan en doen. Tot nu eigenlijk. Nu is het al veel beter eigenlijk. Ja. Kan ik al iets tonen eigenlijk. Ja. Dus ja, vroeger had ik altijd stress en kon ik niet omgaan met de stress ook. En ik was eigenlijk altijd een beetje aan het prutsen zo gezegd. Ja. Maar ik ben er blij voor gaan en ik heb dan ook altijd mee dan aan wedstrijden en hoe dat je moet leren te scheren. Heb ik ook veel cursussen gevolgd. En dat is altijd beter en beter bijna. En hoe meer dat je er ook schoor, hoe beter dat eigenlijk ook ging. Ja, en ook, ik heb thuis ook vaak geprobeerd voor dat te doen. En ook door maten, ze steunden me altijd en ze engageerden me eigenlijk altijd. Maar nu kan ik daar eigenlijk al beter mee omgaan met de stress. Ik ben het ook al een beetje meer gewend en mijn handen zijn rustiger, mijn hoofd is ook rustiger, zo gezegd. Ja. Ik vind ook dat je een beetje, als je scheert, zelfvertrouwen moet hebben, want anders als je geen zelfvertrouwen hebt, ja, dan twijfel je de hele tijd en dan mist je de hele tijd en ja, moet strak zijn vind ik en moet vooruit gaan denk ik ook, ja. En het moet goed zijn, ja. En het moet proper zijn. Ik vind het vooral belangrijk dat je ervoor gaat en ook veel informatie vraagt aan je vrienden en mensen om daar goed mee kunnen omgaan, want ik heb dat ook zo ben ik er ook denk ik geraakt met veel te vragen. En eigenlijk denk ik ook dat ik soms vroeger een beetje een zageventje was aan die mensen dan goed kon, omdat ja, ik moet altijd vragen en ik moet altijd kunnen en ja. Ik denk dat ik een beetje zelf eentje was vroeger, maar ja. Ik denk nu dat ze zeggen, ja, hij is er geraakt. Dat ze zeggen, top voor hem, ik ben blij voor hem.
ik was vooral onnauwkeurig. En de ervaring ervan denk ik ook dat heel belangrijk is. Hoe meer je het doet, hoe beter je het kan. En ook, je moet precies zijn in je werk. Je moet nooit, dat is een beetje mijn doelstelling, dat ik ben nooit blij met hetgene dat ik doe. Ik kan altijd beter, zeg ik, voor mezelf eigenlijk, ja. En ja, het is ook vooral de scheermachine, de messen aan het toedoen, de soorten blazers dat je hebt. Want met de gewone blazer van thuis heb je geen genoeg luchtdruk eigenlijk, dat het haar kan recht gaan. Dus we kopen dat eigenlijk aan een speciale zaak, dat eigenlijk heeft eigenlijk, ja, in hun collectie. En ook zo, we hebben ook zo'n kleine scheermachientje dat mooi de benen kan afwerken en de kop kan afwerken, want met een grote scheermachine kan je nooit in die kleine putjes eigenlijk van je dier gaan. Ik vond het vooral tof zo, dat iedereen zegt, ja man, zo goed bezig, dat is mooi, ja, je gaat erop vooruit, doe zo verder. En dan ook iedereen steunt je zo op school en familie, ja. Ja, ik weet niet, ja. Ik vind dat is wel echt tof, ja. En plezier tijdens de prijskamp ook. Bijvoorbeeld, als je nu een keer daar loopt, iedereen gaat je blijven steunen. Je zegt volgende keer beter, of een laatste loopt, iedereen gaat zeggen, volgende keer beter. Het zou je wel lukken, gaat er wel geraken.